Hey, welkom bij wetenschapschool.nl. In dit filmpje gaan we bestuderen hoe we het volume kunnen bepalen. De simpelste manier om dat te doen is door de zogenaamde onderdompelmethode te gebruiken, en die werkt als volgt. Stel ik heb een maatcilinder en in die maatcilinder doe ik een hoeveelheid water, in dit geval bijvoorbeeld 15 ml. Dan doe ik daar een voorwerp bij, in dit gewoon steentje, en hierdoor gaat het water stijgen, in dit geval tot 24 milliliter. Aan hoeveel het water gestegen is, kan ik dan bepalen wat het volume van dit voorwerp is? Nou, laten we dit voorbeeld even uitwerken. Het water is gestegen van 15 naar 24 milliliter. Het water is dus 24 meer 15 is 9 milliliter gestegen. En het volume van de steen is dus 9 milliliter, oftewel 9 kubieke centimeter. Er is ook nog een andere manier om het volume te bepalen, en dat is met behulp van een formule. Nou, hieronder zien we bijvoorbeeld een balk uitge uitgebeeld. Een balk is een soort van algemene kubus, een uitgerekte kubus. En het volume voor een balk is lengte keer breedte keer hoogte. Nou, laten we dat voor dit voorbeeld eens toepassen. We zien hier een lengte van 5, een breedte van 2 en een hoogte van anderhalve meter. Als we dat in deze formule invullen, lengte keer breedte keer hoogte. Is het volume, dan vinden we 5 keer 2 keer 1,5 is 15 kubieke meter. Nou, dit is dus een tweede manier om het volume te bepalen, maar dat kan in dit geval met deze formule alleen voor de balk. Er zijn ook nog een heel aantal andere uh, formules voor het volume en die kan je in de bovenbouw vinden in de bina's. Hier zien we de balk, maar we hebben bijvoorbeeld ook de cilinder of de bol. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapsschool.nl See you next time!